Dordrecht ziet graag nieuwe ondernemers binnen de gemeente. Dat is goed voor de werkgelegenheid. Maar als Ben van Leeuwen een speelparadijs op wil zetten, geeft de gemeente ineens niet thuis. Daarom vragen wij aan u, voelt u zich als ondernemer thuis in Dordrecht? Ja, ik voel me wel welkom, maar ik denk dat, dat je als ondernemer wel heel weinig geholpen wordt van de gemeente uit. Kunt u eens een voorbeeld geven? Je hoort altijd vaak dat er veel... dat vanuit een, ja, hoe zeg je dat? Vanuit de gemeente dat er veel mogelijkheden zijn om vooral startende ondernemers te helpen. En ja, eigenlijk heb ik daar nooit iets van gemerkt. Ja, absoluut. Ja, waarom dan? Heel veel positieve reacties van consumenten krijgen. Dan we veel lekkere dingen verkopen. Ja, daar komen mensen op terug. En dat vinden ze, ze zijn hartstikke blij dat er nog een slager die hier in de buurt is. Hoe heb je het dan gedaan? Eigenlijk alles op eigen houtje. Dus, en toch wel met steun van de andere winkeliers, denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je elkaar helpt. Dus voornamelijk ook, we hebben dan één keer in de maand hebben een reewegpagina in de krant. En dat we op die manier met elkaar acties bedenken om toch de mensen hier welkom te heten op de reeweg. Met bepaalde acties en aanbiedingen. Absoluut. Ik voel me echt heel welkom. Een hele leuke start wat we hier gedaan hebben. Met collega's, ondernemers, heel goed contact. Dus het valt niet tegen. Ja, even die reeweg. Dat wordt nog een heel punt hè, de komende tijd. Ja, er zijn al meerdere opbrekingen geweest. En nu is ze weer, zijn ze weer bezig. En hoe lang dat gaat duren, is heel onduidelijk. Ze zouden eerst aan deze kant van de reeweg beginnen. Maar dat gooien ze elke keer om. Dus nu beginnen ze weer aan de andere kant van de reeweg. Nou, de laatste jaren zijn wij niet zo blij mee. Want overal zijn ze aan het openbreken en zo. En dan is er doorgang voor... Mensen, is het niet makkelijk om naar de winkel te gaan waar jij wil zijn? Nee, toch? Want ik geloof dat de komende tijd 9 maanden wordt er weg hier. Ja, nou, dat vinden wij helemaal niet prettig. En wat krijg je dan? Omzet minder wordt natuurlijk. Ja. En ze gaan nu verbouwen op de straat. En ja, dat doen ze toch wel weer in actie dan we straks gratis kunnen adverteren in de krant. Dat de weg hier 9 maanden dicht is. Nou, dat is wel weer iets leuks. Nou, voornamelijk omdat je ook niet weet wat je aan je eigen klanten kwijt moet over wat er gaat gebeuren en hoe de bereikbaarheid is. En dus van daaruit verwacht je natuurlijk van de gemeente uit wel wat meer steun, dat ze je daar meer bij helpen, vooral de ondernemers. Ik denk dat de bewoners op de Reeweg er zelf wat minder last van zouden hebben als de winkeliers. Want wij moeten hier toch van leven en we zien niet graag de klanten naar een ander toe gaan natuurlijk. Maar mensen die voor een stukje kwaliteit bereid zijn om hier te komen, ja, die komen dan toch wel, in mijn ogen. Ik ben benieuwd hoe zouden onze klanten gewoon de winkels kunnen bereiken. Heb ik gewoon toevallig een brief gekregen van de gemeente, dat die gaan ze uitleggen hoe precies gaat gewoon gebeuren. Ja. Dus even afwachten. U bent er niet heel erg ontevreden over dat die weg open gaat. Het komt als ze toch komen. Ja, kijk, als iets moet gebeuren, moet het gebeuren. Zo simpel is het. Ik heb het liever niet, maar ja, het moet dus. In de jaren 80 en 90, vermoed ik, hebben ze heel die weg al hier een keer gedaan. Ja? En nou krijgen we het weer. Kijk, toen was ik gelukkig nog klein. Toen merkte ik niet zoveel van. Maar nu heb ik een eigen zaak. Nu moeten de centen komen. En nu moeten de centen komen, en vooral met deze tijd. Kijk, het negatieve is dat de reeweg natuurlijk open gaat. Maar het positieve van ons is, wat wij vinden, dat hier voor ons deur een bushalte komt. Want die mensen doen toch zelf wat ze willen. Ja, ze horen het allemaal aan, nu. Ja, conclusie trekken ze toch. Nou jongens, wij hebben scheid aan. Dat soort. Wij doen gewoon wat ons uitkomt. En zo redeneren ze gewoon. En 100%. Ja, al die winkeliers hier, die zijn gewoon nou niet tevreden over. Want 9 maanden, ja, dan heb je gewoon verlies. Maar we gaan gewoon wel verder bespreken hoe precies de plannen van de gemeente zijn om zo soepel mogelijk te laten verlopen. Maar gaan ze naar u luisteren, denkt u? Nou, ik denk dat een aantal winkeliers zou ook aanwezig zijn. En samen zijn sterk en zo. Dat moeten gewoon bepaalde argumenten zijn dat wij geen last van hebben van dat de klanten niet kunnen parkeren of lopende of met de fiets gewoon langs de winkels kunnen zijn boodschappen kunnen doen. We hebben gelukkig iemand die ook hier in de gemeenteraad zit, een ondernemer. Kijk, die helpt ons ook. Kijk, daar zijn we ook ondersteund. En
wij met z'n allen, ik denk dat we best wel sterk kunnen maken.